Georgia stemt en heel Amerika leeft mee. Kiezers hier krijgen berichten uit alle hoeken van het land. I keep getting the texts, I keep getting the emails, like, hey, make sure you voted for the election, make sure you signed up. It's very annoying. De Democraten zijn blij met de hoge opkomst in grote steden, maar Republikeinen hebben een krachtige boodschap. If you vote, we will win. If you don't, we will lose America. Veel kiezers vinden het wel een goed idee dat Biden niet zomaar zijn wil kan opleggen. If you have one power to one side, you're going to have the same result. You need someone to keep you in check. To sort of balance it out. Yes, sir. Ondertussen wordt de stemming grimmig. Huizen van landelijke politici zijn beklad. Washington is bang dat protesten van Trump-aanhangers morgen uit zullen lopen op rellen. En partijleiders krijgen doodsbedreigingen. I think emotions are running very, very high. And some people's emotions get the better of them. In het Republikeinse partijkantoor loopt beveiliging rond na dreigementen van notabene Trump-aanhangers die boos zijn dat de partij aanvaardt dat Trump verloor in Georgia. I've been called a lot of names by some Republicans for not doing enough what they believe was enough to support the president. De kiezers hier zijn even het centrum van de politieke macht in de VS. You know, they always say Georgia is a bad place, Atlanta. We got all the drama, but we're making the call today, so. Nu wachten op de uitslag die ook weer aangevochten zal worden.